weer bij een nieuwe weekvideo van Jan Blonk Auto's. We hebben vorige week heel veel auto's verkocht, waaronder deze. Die deze week ook weer gelijk opgehaald wordt. Die wordt zaterdag weer afgeleverd. We hebben kort geleden twee nieuwe Connectjes laten zien. Van die Trainset Connect. Eén is er ook alweer weg. Er komt er nu weer eentje aan. Dus we hebben er wel weer twee op voorraad staan. We zijn heel snel weggegaan. We hebben er misschien anderhalf week gehad en hij is alweer weg. Ook hebben we die zilvergrijze Caddy die in de hoek staat gekocht. We hebben deze week in die video, wat jullie ook straks gaan zien, React Caddy noemen we het even. Deze auto heeft meer dan 3,5 ton gereden. We moeten een nieuwe voorraad in plaatsen. We hebben helemaal een glascoating geplaatst. Bekleding eruit gehaald. Leren bekleding in. Paleis gepoetst, alles eraan gedaan. Er zit wel wat steenstof op de voorbumper. Die klant wou het graag zo erbij laten staan. Het was een extra autootje voor zo nu en dan gebruiken. Dus die hebben we ook helemaal aangepakt. Ziet er weer redelijk fatsoenlijk uit. Er komt nog een nieuwe achterbumper op en beurt. Gaan we deze week eens filmen. Of die week erop, want die gaat nu naar de spuiter. We hebben een nieuwe zijpas binnengekregen voor de Ford Transit Custom. Die heeft Daan deze week ook gefilmd. We lopen straks ook nog even naar buiten, want hij staat nu verlaagd op originele wielen. 20 inch wielen komen nu weer aan. We hebben heel veel van die nieuwe Transit Customs verkocht. Die gaan binnen nu in 2 weken worden die ook allemaal weer afgeleverd. En we hebben deze week ook weer heel veel omgebouwd. Die allemaal in de aankomende filmpjes. We lopen naar de werkplaats toe. We hebben hier twee Customs naast elkaar staan, allebei nieuwe modellen. Dit is een Limited. Die is volledig uitgevoerd met alle opties. We hebben deze dus ook weer de grill van gespoten en de logo. De auto kun je goed herkennen aan het leren stuur die erin zit. Meegespoten handgrepen en spiegelkappen. Ook bij een Limited uitvoering zit er een armleuning in. Zit op een Trend niet. Deze zijn dus echt net even wat rijker uitgerust. Dit zijn ook 170 pk, dus hele dikke volledige uitvoeringen. We hebben hier nog gekozen voor de 18 inch wielen. Die zijn op dit moment alleen nog leverbaar. 20 inch komt pas sommige over 2 maanden binnen en andere hebben we over 2 weken. Een nieuw model is helemaal ontworpen, mallen gemaakt. Die komen binnen 2-3 weken binnen. Die gaat ook op ons demo-auto. Dit is een Trend. Zo is die origineel. We gaan hem deze week ook ombouwen. Hier komen zijpas op. Er wordt de verlaging gezet op de plaats. Ook weer de 18 inch wielen. Wel leuk, deze auto. De rear zit er al in. Super strak. Deze is net binnengekomen en die is afgelopen zaterdag ook weer verkocht. Dus we gaan hem naar wens van de klant bouwen en dan kan die volgende week ook weer weg. Achter mooi verschil aan ook weer. Met een spoiler. En een achter diffuser lip wat erop zit en de zwarte logo's. De Trend heeft het nog niet. We zien ook dat de achterbumper niet gespoten is origineel. Laten we ook gewoon zo. Hier hebben we gekozen voor zwarte kunststof-embleem over het originele logo heen. We gaan toch weer terug naar het spuiten, want het is net wat strakker. Ik zei, handgreep niet gespoten en de sporen zitten nog niet op. Maar wat een verschil het is als je ze naast elkaar ziet. We hebben deze prachtige 114 lengte 3. Mercedes Vito verkocht, dubbel cabine, echt een plaatje geworden. We hebben hem helemaal nagelopen. Er komt natuurlijk altijd wat stof op, ook vanuit de showroom. Het is echt weer een mooi exemplaar geworden. Dus gaan we binnenkort weer afleveren. We gaan hem in de showroom zetten. Die gaan we weer zien bij de afleveringen. Zo, daar staat de Caddy. De demo. Die wordt erop gehaald. We hebben hem helemaal nagelopen ook. Blijft echt een prachtige kleur. De stoelen zijn er nu nog uit. Die worden bekleed met de leden bekleding nog. En zodra die terug zijn, dan kan die afgeleverd worden. Afleveren klaarmaken van deze dikke Caddy automaat. Er staat de Pretoria wiel onder. Daar hebben we nu net Acero onder geplaatst. We zijn nu een glascoating aan het plaatsen. Daarna uitharden en dan komt de klant de volgende week eens goed weer ophalen.
staat hij weer. Dit keer met de ledige bekleding erin. Echt af zo. Het armsteuntje. We hebben de airbagzone dus gewist. Want die krijg je altijd als je de stoel eruit haalt. Er zit natuurlijk een airbag in. Dus hij is nu helemaal klaar voor aflevering. En we hebben net nog een kettetje in die gaskoot ingezet. Daar kan ik het eindresultaat ook even van laten zien. Dit is het eindresultaat. Is ook prachtig geworden. We hebben deze caddy binnengekregen. Deze hebben we niet ingekocht of ingeruild, maar deze van een klant. En die had het verzoek om deze weer helemaal nieuw te maken. We hebben de stoelen eruit gehaald, want die worden bekleed met lederen bekleding. We gaan hem van binnen helemaal schoonmaken. Zoals jullie zien is dat wel even nodig. We gaan hem aan de buitenkant ook helemaal poetsen. Hij heeft wel aardig wat ervaring, want volgens mij staat hier al meer dan 3 ton op de teller. Maar de klant wil hem graag weer, ja, weer fris hebben. Dus dat gaan we regelen. We houden jullie op de hoogte. Zo, we hebben de auto helemaal gepoetst. En zoals jullie zien is de voorraad nog een beetje smerig. Maar dat maakt toch niet zoveel uit, want die gaat er helemaal uit. Dat kunnen jullie kunnen zien. Maar er zit een hele flinke barst in. Er wordt een nieuwe voorraad ingezet. We hebben het logo eraf gehaald, want die wordt eventjes netjes gespoten. We hebben hem gepoetst. Ja, de steenslag kan je natuurlijk niet omheen. Hij glimt wel weer. En de binnenkant is ook onwijs opgeknapt. Van een kilometerstand van meer dan 3 ton, dus hij is super netjes geworden. Als het goed is. Kijken of er nog een nieuwe achterbumper op komt, want die is verscheurd. Trekhaak hebben we ook wel weer netjes gemaakt. Levering van een hele nieuwe Mercedes Vito. Een roze Carpaccio. Vertrek nu weer. Gelijk mee op vakantie. Aflevering van de Caddy demo, waar we heel kort mee hebben gereden, net in een glascoating gezet. Laatst hebben we niet kunnen testen welke dan beter was, maar de klant stuurt dus over een half jaar nog een filmpje. Vertrekt hij weer. Aflevering aan MAR installaties. Op deze bus ingereld, daarna verlaagd, sidepods erop gezet. En nu vertrekt hij weer. Toch een hele mooie bus. Ondanks je 2 ton hebt gedraaid, ziet er nog helemaal nieuw uit. Aflevering van de Volkswagen Caddy. Aan Frituur de Brede Weg. Vertrek nu weer. Aflevering van een hele dikke Caddy. Met Porsche rem voor een. Het is een DSG met 40.000 kilometer. Echt een prachtige auto. Nou, zoals jullie zien staat de showroom op zich wel lekker vol. Achterin is er nog een auto. Hier stonden 2 Fordjes naast elkaar. Er is nog eentje overgebleven. Er was er eentje met dubbele schuifdeuren. Maar daar was best wel een hoop interesse in. Dus de eerste is alweer verkocht. En er komen er ook weer een aantal aan. Automaat met dubbele deur, echt een volle auto's, camera, parkeersensoren, 3 zits. En er zit hier ook weer een lege plek, want zoals jullie wel konden herinneren stonden hier eerst 2 Fordjes. Allebei verkocht. De eerste staat alweer in werkplaats om afgeleverd te worden, klaar te maken. Morgen komt er weer eentje bij, die wordt gepoetst. Dus er komt hier weer een mooie Ford staan. Zo houden we de showroom een beetje up-to-date.
Nou, hier staat de Ford. Die gaan we dus helemaal klaarmaken. Er moest een trekhaak ondergezet worden. Daar zijn we nu mee bezig. Hij hangt er al onder. Hij moet alleen nog aangesloten worden. En Rick is momenteel bezig met een nieuwe Ford. Dit wordt onze demo-auto. Rick moet even zijn standaard wielen weer terugplaatsen. Naast is een mooi zilver gemaakt. De bumperlip en grill zijn ook al geplaatst. Hetzelfde geldt voor deze bus. Deze komt dus weer in de showroom te staan. Het is een dikke Limited met eigenlijk alle opties: stuurverwarming, stoelverwarming, armsteun, bumpers in kleur. Blijven dikke auto's. Het is wel een leuk detail om te laten zien. Zoals jullie zien zijn nu de wielkassen helemaal zwart. Die hebben we namelijk zelf zwart gespoten. En dan zou je denken, waarom, dat zie je toch niet. Maar het valt al best wel op als het wiel erop zit. Ik ga jullie even laten zien hoe het er nu in het origineel uitziet. Echt een heel groot verschil. Nou, dit is een zwarte Ford die we hebben staan. Met standaard wielen. Nou, dit is dus origineel. Ja, het valt gewoon onwijs erg op. Nou, dat wij in de zwart spuiten. Het ziet er veel strakker uit. Super dikke zijbars die jullie gewend zijn van ons op de transportmodellen. Er zijn er dus ook voor de Ford modellen. Dit is de allereerste waar ze onder komen. Rick gaat ze zo meteen monteren. Dus straks het eindresultaat. Ze zijn wel echt de mooiste, vind ik persoonlijk. Qua zijbars, heel subtiel en strak. Nou, de eerste is vastgeschroefd, helemaal uitgemeten. Echt een plaatje. Ik maak hem wel af. Mooie subtiele verandering. Zo, dus het eindresultaat vanaf de grond. Super strak. Rick gaat hem even naar buiten rijden. Hier een Caddy jong gebruik binnengekregen van 2021 is die uit ons hoofd, of 22 zelfs. Max 25.000 km gereden. Auto is net terug van de spuiten. Bumpers waren niet in kleur, ze hebben andere bumpers opgezet van de spiegelkappen. De auto wordt verlaagd door middel van verlagingsveren. Er komen 19 velgen onder. Grote kans dat er zijbers opgeplaatst worden achter diffuser, spoiler en een frontlip. En dan hoop ik hem binnen nu in 2 weken ook online te hebben staan. Op dit moment hebben we er geen één meer staan in gebruik in deze uitvoering. Dus mocht er interesse zijn, er komt er één aan. Je kan ons al eerder bellen of appen voordat hij op internet komt. We hopen laatst het veel zonder internet, omdat het gewoon heel druk is de laatste tijd weer. Daar zijn we heel erg blij mee. Want het is lekker druk in de werkplaats en in de verkoop om alle auto's klaar te maken. Boven hebben we ook weer een aantal auto's verkocht, want de rij hier is heel wat korter. Er zijn een aantal Vito's weggegaan. Die hebben we ook weer afgeleverd. Zie je ook in de filmpjes. We hebben niet alles op beeld gekregen. Sommige mensen willen niet namelijk met aflevering op een foto of een filmpje. Eén ervan wel. Die staat dus in het filmpje. Deze auto is net binnengekomen. Hebben we volgens mij vorige week laten zien. De grill is nu net gespoten. Gaat er deze week in. Leer wordt er nog ingezet. Is ondertussen ook alweer verkocht. Deze is nog wel de 20 inch wielen eronder. Die zijn dus aankomende 2 maanden niet meer te leveren.
heel erg jammer, want het is een knijterdik set. Gaan we dus deze weer klaarmaken, gaat weg. We hebben hier weer een puur grey bus binnengekregen. Enkel cabine. Geen LED koplampen. We hebben hem zo in de showroom gezet. Er zit nog twijfel wat we ermee gaan doen. Of dat we er een dubbel cabine van gaan maken omdat hij twee schuifdeuren heeft. Of dat we hem origineel laten, maar dan gaan we er wel nog LED koplampen in bouwen. Gaan we bestellen. Zal ook binnenkort weer binnenkomen. Laten we ook zien als het erin zit. We hebben nog een jong gebruikte 2018 auto. 150 op de klok, die is weer verkocht. De aankomende week ook weer opgehaald. Hier staat nog een Transit Connect, ook verkocht. Gaat ook de aankomende weken weg. Dus we gaan weer snel de werkplaats in. En snel klanten helpen, want er is nog genoeg te doen. En tot volgende week.